Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Jessica. Jessica krijgt normaal gesproken wel, nadat ze iets heeft gegeten, een redelijke portie, een redelijk volume aan eten heeft gegeten, krijgt ze wel een vol en verzadigd gevoel. Maar dat is niet aan de orde op dagen van stress, stressvolle omstandigheden, wanneer Jessica stress ervaart. Op die dagen lijkt haar maag wel een bodemloze put en kan ze door blijven eten, ongeacht de portie van hetgeen ze eet en het volume van hetgeen ze eet, die dan heel groot kan worden. Ze raakt maar niet verzadigd en ze krijgt maar geen vol gevoel. En de vraag van Jessica is, hoe kan dat? Want ja, hetgeen je eet bevat toch een volume die je maag doet vullen. Hoe kan ik dan dat volle gevoel wel ervaren op dagen zonder stress en niet ervaren op dagen van stress? Hoe kan dat? Nou, Jessica. Een vol, verzadigd gevoel zul je pas verkrijgen wanneer hetgeen je eet in jouw maag belandt, vervolgens jouw maagwand doet oprekken, want pas wanneer jouw maagwand oprekt, dan zullen de kliercellen aanwezig in jouw maagwand stoppen met de afgifte van het eetlustbevorderende hormoon ghreline. Zolang en wanneer jouw maagwand namelijk niet opgerekt wordt, zullen de kliercellen in jouw maagwand het hormoon, het eetlustbevorderende hormoon ghreline afgeven en ja, zul jij een verhoogde eetlust ervaren en blijven ervaren. Op het moment dat jij op dagen van stress dus wel door kan blijven eten, ongeacht hoeveel je eet, wat je eet, het volume daarvan, dan betekent dat dus dat op die dagen hetgeen je eet niet zoals anders zorgt voor de oprekking van jouw maagwand, waardoor je maar geen vol en verzadigd gevoel verkrijgt en dus wel maar steeds een verhoogde eetlust behoudt. Waar heeft dat mee te maken? In tijden van stress, wanneer jij stress hebt, wanneer er stressvolle omstandigheden heersen in jouw lijf, dan heeft jouw lichaam nogal moeite, omdat je lichaam voortdurend door de hoge activiteit uitgeput raakt, dan heeft jouw lichaam nogal wat moeite om jouw bloedwaardes op peil te houden. En moet het in verhoogde mate stresshormonen afgeven om maar zo goed mogelijk brandstoffen in jouw bloedbaan te kunnen behouden en deze naar de meest vitale, belangrijke organen te sturen die jij nodig hebt om te overleven en naar jouw spieren om te vechten of vluchten. In tijden van stress, bij een verhoogde afgifte van stresshormonen in je lijf, zal de verdeling van vocht en voedingsstoffen over minder belangrijke weefsels, zoals jouw maagwandweefsel en darmwandweefsel, zal afnemen. Met als gevolg dat een vocht- en voedingsstoffentekort in die weefsels, dus ook jouw maagwandweefsel, kan ontstaan. Wanneer een vochttekort in jouw maagwandweefsel ontstaat, dan kunnen de spieren al daar niet goed oprekken, niet goed bewegen, niet goed ontspannen. En wat hoorde jij net? Om een verzadigd en vol gevoel te kunnen ervaren, moet jouw voeding na het belanden in jouw maag in staat zijn jouw maagwand op te rekken. Maar ja, dat kan niet wanneer de spieren in jouw maagwand niet in staat zijn om op te rekken wegens een vochttekort, doordat ze in tijden van stress weinig vocht verkrijgen, omdat in tijden van stress de verdeling van vocht en voedingsstoffen over weefsels zoals je maag even niet zo belangrijk is, omdat je lichaam bezig is met overleven. Dus, als antwoord op jouw vraag, Jessica, hoe het toch kan dat in tijden van stress, wanneer jij stress hebt, op dagen waarop jij stress ervaart, je maag wel een bodemloze put lijkt en je door kan blijven eten zonder een vol en verzadigd gevoel te verkrijgen, terwijl dat anders, ja,
dat je anders wel gewoon een vol en verzadigd gevoel ervaart wanneer je geen stress hebt nadat je iets hebt gegeten. Nou, dat komt omdat in tijden van stress jouw maagwandspieren niet goed op kunnen rekken, niet goed kunnen ontspannen door een vochttekort al daar, door die stressvolle omstandigheden. En hetgeen je eet daardoor niet zo goed voor de oprekking van je maag kan zorgen. En wanneer hetgeen je eet niet goed voor de oprekking van je maag kan zorgen, dan zal gewoon, ja, dat gevoel van een volle maag, gevulde maag, verzadigd gevoel uitblijven. Want dan stopt de afgifte van ghreline, een eetlustbevorderend hormoon, niet. Want dat is enkel aan de orde wanneer je maag want wel opgerekt wordt. Ja, en dan zul jij dus honger en verhoogde eetlust behouden. En kan jij door blijven eten. Dat heeft dus te maken met hetgeen stresshormonen veroorzaken in je lijf. En hetgeen zij veroorzaken met betrekking tot de vocht- en voedingsstoffen toevoeren naar weefsels. Onbelangrijke weefsels in tijden van overleving. Zoals jouw maagwand en darmwand.